Maar voordat we naar de prijzenuitreiking gaan, wil ik even een paar mensen bedanken. Netje, Thea, Hendrina Veldtoen, Aleida Noordenwijk, Corrie, Dieneke, Corrie ten Hove, Aatje, Nanda, Jeanette, Corine. Al het kantinepersoneel even naar voren en een daverend applaus voor deze mensen. Ja. Ze zeggen wel, ik neem vaker een broertje mee, maar dan kun je hier bij de ATB-vereniging wel. We zijn bij de finale dag van de ATB-competitie 2013-2014. We staan met de winnaar Dick Kinkert en met Wouter Rorijen. Dick Kinkert, de winnaar voor de tweede keer van deze competitie in het 45-plus categorie. En Wouter voor de derde keer bij de 16-plus. Dick, vandaag meegedaan. Vandaag was jouw eindiging in het klassement. Eerst ben ik gedaan geworden. Nou, mijn tegenstander waar ik gelijk mee stond, vanmorgen had hij mij persoonlijk gebeld. Die was ziek. Eigenlijk is het heel jammer. Dat een mooie strijd geweest als hij er ook bij was geweest. Ik bedoel, want eigenlijk kon ik niet meer stuk. Had ik vandaag, had ik derde was gewoon, tweede was gewoon wat goed geweest. Maar het was mooi geweest als hij er was. Hij was ziek. Ik had geluk. Voor de strijd was dat even wat minder. Mooie eerste plaats ook vandaag weer. Hoe kijk jij terug op de competitie afgelopen jaar? Heel mooi. Ik vond persoonlijk, je had een mindere avondcross en ik vond dit jaar heel mooi. Echt één keer twee keer voor mij iets minder met het weer. Maar één keer was heel slecht. Maar voor de rest, mooi, goed georganiseerd. Super. Ja, dit is wel de hoofdprijs voor jou van het jaar. Afgelopen jaren reed je ook wel nationale. Gaan we Dick Kinkert in dat veld nog weer terugzien? Nee, dat heb ik speciaal. Ik heb mijn veldfiets verkocht. Ik heb hem weggedaan. Ik heb nou een mountainbike bijgekocht. Is voor mij niet weggelegd. Ik maak te veel fouten. Te veel dicht boom aan rijden met een veldfiets. Is toch voor mij te moeilijk. Ik denk dat ik te oud ben. Kijken we naar het parcours hier. ATB-vereniging Oldebroek zegt iedereen een technisch parcours. Ik hoor het woord veldfiets en ik hoor mountainbike. Je hebt een keuze gemaakt. Met de mountainbike is dit parcours technisch beter te nemen? Ja, voor mij wel. Kijk, mijn teammaat Michel Laurissen, maar die tweede is geworden, die vindt met de veldfiets fijner. Maar ik vind gewoon, ik voel me iets relaxter op een mountainbike. Tweede keer dat jij de competitie pakt. We zien je bij de volgende editie weer terug in Oldebroek. Ja, zeker. Zit er volgend jaar zeker weer mee. En het zal wel een strijd worden. Dan komen er toch weer een paar jongens aan die volgend jaar ook direct volle bak erin gaan. Dus de categorie waar jij in rijdt wordt groter en groter? Ja, volgend jaar wordt die ook, als ik zo zie, die jongens die mee gaan doen, ook wel zwaarder, denk ik, voor mij. Ongetwijfeld heb je nog een geheim wapen hoe je gaat voorbereiden op die competitie. Ja, nou, we zullen zien. We hopen het. We zien wel. Oké, Wouter Rorijen. Wouter, ja, je bent eigenlijk de junior van het gezelschap. Dick Kinkert rijdt in de 45-plus categorie. 35-plus categorie, corrigé. 35-plus categorie. Wouter, jij rijdt in de 16-plus categorie. Derde keer dat je wint. Ja, provisie had daarmee. Ja, dankjewel. Het is inderdaad de derde keer dat ik in de 16-plus win. En dit jaar dat, heb ik me echt een beetje op gefocust. En het pakte heel goed uit. En elke wedstrijd kon ik echt wel verschil maken. En daar was ik wel blij mee. Gehuldigd op het podium dit jaar. Alleen bij de laatste wedstrijd was je niet in de wedstrijd. Dat klopt inderdaad. Ja, ik heb er bewust voor gekozen om niet te starten. Ik heb ik ben gewoon een paar drukke weken achter de rug met de studie en gewoon ontzettend druk. En vorige week heb ik nog wel gereden, maar toen ging het al helemaal niet goed. En deze week gewoon echt zo vermoeid dat ik heb besloten van goh, ik kan beter wat rust pakken en nu langzaam weer voorbereiden voor het echte seizoen, zeg maar. Ja, Wouter, we hebben je natuurlijk diverse keren in deze competitie zien rijden. Eigenlijk heb ik wel wedstrijden gezien dat je direct vanaf het begin vertrok uit het peloton en de wedstrijd in handen noem. Hoe zwaar was de weerstand of de tegenstand voor jou? Ja, de weerstand was heel verschillend. Soms had ik het echt onwijs zwaar. Een andere keer daar kon ik redelijk vooruit blijven. Maar alleen vooruit zijn is wel mijn specialiteit. Ik kan echt gewoon mijn eigen race rijden zonder dat ik iemand voor of achter moet hebben eigenlijk. Dus ja, voor mij is het gewoon het beste om vooruit te rijden of bij iemand snel iemand in te viewen. Maar in dit geval heb ik zoiets van, dat stukje kan ik net wat harder brengen, het stuk bijvoorbeeld. Nou, dan ga ik er voorbij en dan heb ik, als ik achterom kijk, meestal een gaatje en dan ga ik gewoon door. Dus dat is met de 45-plusser die in de 35-plus categorie rijdt, Dick Kinkert, zien we de overgang van een veldrijdersfiets naar een mountainbiker. Met Wouter Rorijen heb ik hier een echte mountainbiker staan. Ja, ik ben wel een echte mountainbiker. Ik heb ook een veldrijdersfiets aan thuis staan, maar dat is, ik vind het ook mooi, maar dat is wel een hele omschakeling. Een mountainbiker, dat voelt gewoon bij mij perfect aan en dat is gewoon, ben ik helemaal één met de fiets. En een veldfiets, dat is net wat Dick zegt, dat is gewoon even heel wat anders en daar moet je ook gewoon echt aan wennen.
En als je, ja, dat is gewoon een hele omschakeling. En dit parcours is technisch inderdaad, wat je al zei. En ja, dat is een mountainbike, zeker voor mij persoonlijk, veel fijner. Dan kan je gewoon gooien en smijten en goede remmen als ik dat nodig heb. Dus, ja. Hoe kijk jij terug op jouw klassement of op jouw rijden in het algemeen in de Nederlandse competities? Dit seizoen heb ik echt een hele grote stap gezet. Ik heb de meeste topcompetitiewedstrijden gewoon allemaal top 10 geëindigd. Dus echt strak achter de top. Of ik heb me er zelf tussen gemengd. Alleen ik miste net dat hele kleine beetje om het af te maken in de laatste ronde. Dus dan wapen ik er net af vanaf. En goed, ik probeer nu gewoon deze winter een goede basis te leggen. Dat ik net dat beetje wel heb. En dan probeer ik toch wel een podiumplaats weer te halen. Ik heb hem al gehaald 2 jaar geleden, maar het is me niet weer gelukt. Dus ik ga niet eerder stoppen voordat ik weer een podium heb, nationaal. Ik wil nog een van de namen noemen van een van de jongens die uit deze competitie tevoorschijn is gekomen. Op dit moment elders in het land wordt klaargestoomd, misschien voor het grotere werk. Marvin Bovendorp, Oldebroeke roots, maar wonende in Elburg. Helaas niet in deze competitie aanwezig, maar hier wel rijdend. Waar liggen de aspiraties van Wouter Roreijen? Ja, dus ik heb vanaf het begin al een duidelijke mening dat het voor mij echt gewoon puur hobby is. Ik heb niet de inspiratie of het doel eigenlijk om topsport te worden, heb ik ook nooit gehad. Dus voor mij gewoon puur hobby. Ik ben ook in die zin, Marvin en zo, die waren gelijk al goed. Dus die rolde er heel anders in. Toen ik begon, bakte er helemaal niks van. Echt werkelijk helemaal niks. En ik ben langzaam steeds beter geworden. En ja, nu sta ik hier waar ik nu sta. En dat is misschien het hele verschil. Dat is voor mij gewoon puur hobby. En ik ga mijn geld er niet mee verdienen. Dus gewoon als ik zin heb om te fietsen, dan ga ik fietsen. En, Uiteraard geniet van dit sportmoment. Dat is ook de intentie van de vraag. Maar deze competitie heeft wel heel veel talenten voortgebracht. Erjan ten Hove, helaas door een ongeval uit de strijd verdwenen. Maar ik kijk naar de broertjes van de Kruisweg. Ik zie ook Ruben van de Kruisweg op het podium staan. Dan denk ik, Wouter Roreijen, Heerde Gelderland. We hebben ook misschien nationaal nog wat in te brengen. Ja, nationaal, dat rij ik natuurlijk ook. Maar die jongens die doen dat ook en zijn allemaal groot talent. En, ik ken ze persoonlijk ook wel goed. Ik zie ze ook regelmatig, wekelijks eigenlijk gedurende het seizoen. En het is gewoon nationaal ook mooi om te zien wat het verschil is. Hier doen we wel altijd voor hen mee, maar dat is nationaal niet altijd het geval. Dan heb je te maken met andere jongens van ander kaliber, zeg maar. Waar ligt de focus op? Of is er een team waar jij volgend jaar voor tevoorschijn gaat komen? Nou, ik rij nu eigenlijk voor het tweede seizoen voor Van der Put. Hij wil speciaal de zaak Van der Put. En dus daar hebben we gewoon een mooie samenwerking mee. En daar probeer ik toch in de sportklasse gewoon vooraan mee te strijden. Dat is echt absoluut mijn doel. En hoe dat gaat, dat is even afwachten. Maar ik ben wel gebrand om het te laten zien. Dat is een ding wat zeker is. Dat klopt, dat heb je bevestigd. Dat geldt voor Dick ook. Dick en Wouter, allebei bedankt dat jullie ons te woord wilden staan. En we hopen jullie met jullie strijdlus ook volgend jaar in de competitie weer terug te zien. Prima. Ja, dankjewel. En zo lopen we dus door de einde prijzen trekken. Dat betekent dat wij zo dadelijk pak het Stolen Cup op. Dus ik wil Henk heel erg bedanken voor de medewerking. Henk, bedankt. We staan hier einde competitie 2013-2014. We staan hier in de mooie accommodatie van de ATB-vereniging Oldebroek. Vernieuwde douches, vernieuwde kleedkamers. Arie, hoe kijk jij terug op deze competitie? Ja, heel goed. Kijk, ik heb het toen straks ook al aangegeven met de prijzenuitreiking. Kijk, de motorbike gaat iets naar beneden. Maar ja, kijk, onze vereniging, onze wedstrijden, we krijgen steeds meer deelnemers. Ja, kijk, het heeft gewoon fantastisch gelopen. Ja, als ik de kantine kijk, dan zou ik bijna zeggen met al die mensen er vanavond in, hij wordt te klein. Ja, dat zag ik zelf ook. Dus er komt elk jaar meer volk. Kijk, we hebben een mooie verloting erbij. Veel ouders van de jeugd, noem maar op. Dus kan niet beter. Ja, een super podium natuurlijk met Wouter Roreijen erop, Dick Kinken, maar ook bij de jeugd en Thomas Verriessen. Ik heb in andere interviews al de namen genoemd van al die jongens die hier talentvol tevoorschijn gekomen zijn. ATB-vereniging 2014, wat gaan jullie nog meer organiseren? Ja, je noemt het dus straks al, kijk, zoals Thomas Verriessen ook, dat is gewoon een talent van onze vereniging. Sven Noordwijk, kijk, Otto met andere trainers, die zijn gewoon verschrikkelijk goed bezig. Je kunt het gewoon zien, dus er zit vooruitgang in. Nou, 2014, 1 maart, staat de volgende wedstrijd alweer gepland, de landelijke jeugdwedstrijd. En dan gaan we op weg naar augustus en dan zal de strijd er eens volgen. Ja. Dat wordt een heel mooi spektakel in Oldebroek. Dat was de afgelopen jaren ook wel. Arie, bedankt voor deze hele mooie competitie. En voor deze sportmogelijkheid die samen met jouw bestuur mogelijk wordt gemaakt hier in Oldebroek. Oké, jullie ook bedankt.